Als zo'n portret gemaakt was, kwamen ze bij Eddy. Dit is dus voor Bert Nienhuis, geloof ik. En als ze een artistiek portret hadden, dan gingen ze naar Willem Diepraam. Ik heb hem ontmoet, want hij was bevriend met een gezamenlijke kennis, Wiepje Reuglin. Ik weet niet of je dat... Ja, die heb ik ook geïnterviewd, ja. En daar heb ik hem leren kennen. En ik weet niet, hij is gekomen wonen in Noord-Holland, Schaardam. En ik woon in Twisk. En omdat dat niet zo ver van elkaar was, kwam hij bij mij wel eens buurten. Ja. En ik heb ook nog eens een keer, nodigde me uit om te gaan zeilen in zijn boot. Ik naar Schaardam, toen was het een van de weinig volkomen windstille dagen die we ooit hebben meegemaakt. Het water was als olie, er was geen zuchtje wind. We kwamen ook niet vooruit. En dat was jullie enige zeiltocht? Ja. Ja, het was iets vanzelfsprekends. Foto Eddy de Jong. Dan werd hij gebeld en dan moest hij ergens naartoe, een portret maken. Ik heb hem nooit horen klagen. Oké. Dat is op zich opmerkelijk, want hij klaagde wel veel. Nee, waar hij wel over klaagde was over zijn gebit. Oh? Net in die tijd kreeg hij een... En ik heb er al veel aan hem moeten denken, maar op een gegeven moment kreeg ik ook een... Ik denk 5 jaar later kreeg ik ook een vals gebit. En dat is in de eerste... Daarna is het een zegen, maar de eerste weken is het een hel. Want het zit niet goed, het doet pijn. Het maakt geluiden, het is een ramp in het begin. Ja. Daar zat hij ook mee te tobben. Ja, maar bij hem bleef het een ramp, ja. Oh ja? Ja. Hij heeft het toch ook tot het eind van zijn leven zijn KGB genoemd. Vreemde afsneden, ja. Er staat me iets vaags bij dat hij voorbestemd was om in zaken te gaan. Ik weet wel dat hij rondreed in een ongelooflijk roestige Volkswagen. En de, niet de motorkap, want de motor zat achterin, maar die kap, de bagagekap, zo ze, die was helemaal puisterig en alsof die schurft had. Het zag er niet uit. Die dronk. Ja. Dat weet ik, ja. Dat was een en al getop. En die was ook gewelddadig. Ja. Ja. Eerst was Eddy, die heeft op een gegeven moment een fles wijn in haar richting gegooid. En die kwam... Moet u lachen? Ja. En die kwam precies boven haar oog terecht. En waardoor ze een schedelbasisfractuur opliep. Oh mijn god. Dat was niet bedoeld. Geloof ik. En daarna sloeg zij hem een oog uit. Echt letterlijk eruit? Nee. Maar hij kon dus niet meer zien met dat ene oog. Op een gegeven moment. Zijn verdere leven niet? Ja. Ja. En dat is me ontgaan. Ja. Hij stond altijd onverwacht voor de deur. Ik zei, Eddie, kom binnen. Een kopje koffie en waarschijnlijk een glaasje wijn. Ongetwijfeld. Want hij vertelde ook over zijn boottochten naar Zweden en Denemarken. En hoe hij ontzettende moeite had om aan drank te komen. Daar? Daar. Dus... Ik weet niet of hij eigenlijk erg alcoholisch was, maar ik was ook alcoholisch in die tijd, dus... Hij kon hem flink raken, geloof ik. Ja. En na een tijdje ging hij weer weg. Maar er zal ongetwijfeld een flesje wijn opengemaakt zijn. Had u in die tijd meer vrienden die dan gewoon even langs kwamen? Nee, hij was eigenlijk de enige. Nee, want mijn toenmalige vrouw, we waren voortdurend bezig met verbouwen. En
En die beloofde als de verbouwing. En dan komen er allemaal vrienden en die mogen logeren en alles. Maar voorlopig wilde ze niemand zien. Dus ik gaf mijn vrienden altijd instructies. Als je komt, kom in godsnaam onverwacht. En dan was mijn vrouw heel gastvrij en dan konden ze ook blijven slapen of wat dan ook. Maar als ze het van tevoren wist, dan moest ik altijd weer een smoes verzinnen om ze af te bellen. Dus mensen kwamen of onverwacht of niet. Ik vond het eigenlijk wel gezellig. Het was een dankbare onderbreking van de dag. Het ging vooral over drank. Over drank en over hoe het is om buiten te wonen. Ja, Twiske was... En Schaardam ook. Het waren echt hele mooie dorpen. Ja. Ook nog, eigenlijk nog onaangetast. Wanneer heeft hij besloten fotograaf te worden? Maar waar leefde hij dan van? In die overgangsperiode was hij tennisleraar. Want hij gewoon goed tennis. Dus ik heb geen idee. Nou, dit is zijn Vrij Nederland werk. Oh god, ja. Een jonge Ed van Tijn. Jan, het zijn wel prachtige foto's eigenlijk. Waarom? Ja, ik vind mooie foto's. Grote God en Hans Wiegel, heel jong. Ja. Een hele jonge Carmichelt. Och, och, wat waren ze allemaal jong nog. 69, 70, zoiets, ja. En drukt dit, deze foto iets uit van hoe u toen was? Ja. Ongelooflijk. Wat? Een naïef jongetje. Maar dat haar, jongen. Dit is, ja, midden jaren 80 denk ik, begin. 82 misschien. Dat zou kunnen. Een dikke jongen, hè. Dik? Dik, ja. Een dikke kop.